James F. Morvides, jullie pakken eindelijk je eerste uitzege. Wat een avond hier in Nijmegen. Ja, zeker. Ole vertelde ook dat volgens mij 15 april of 5 april de laatste keer was dat ja, we... Uit tegen Jong Utrecht. Ja, dat wist Venema heel goed. Maar dat is wel echt te lang geleden eigenlijk. Ja. Dus voor ons is dit wel echt een echte overwinning. Ja. Ja. Voelt dat als een bevrijding dat jullie hem eindelijk te pakken hebben? Ja, zeker. Want dan volgende keer als je uitspeelt, dan hoop je dat de tegenstander wel een beetje bang van je wordt. Maar als je er nooit uit bent, ja, dan komen ze met vertrouwen het veld in. Ja, een spelletje eigenlijk, hè? Want de eerste 22 minuten hadden jullie eigenlijk helemaal niks in de melk te brokkelen. En hing de 1-0 eigenlijk ja, nadrukkelijk in de lucht. Van hun kant of van ons kant? Van NEC. Ze raakten de lat, ze kregen kans op kans. Totdat jij die 0-1 maakte. Ja, klopt, maar vaak als je zelf niet zelf die goal niet maakt, krijg je hem tegen. Dus, ja. Dus daar moet je... Ze regen de kansen aan heen, ja, James. Daar moet je ook op vertrouwen. Dat als hun niet scoren, dat jij nou gaat scoren. Nee, maar nee, gelukkig kwamen we voor. Ja, jij maakt een 0-1. Een zwabberballetje, hè? Het leek houdbaar, laat ik het zo zeggen. Ja, het was geen Messi-schot, nee. Maar ja, soms moet je gewoon schieten. En als het veld hobbelt, ja, dan hobbelt het er ook gewoon in. Beetje een vieze goal. Ja, gewoon een kut goal eigenlijk. En dan krijgen zij weer kansen. En dan krijgen jullie de tweede kans. Op aangeven van jou. Dat is een heerlijk steekballetje op Ricardo Kip. Die zet jij gewoon vrij voor de goal. Past precies die bal. Ja, klopt. Ik moet zeggen, hij weet gewoon altijd wanneer te lopen. En ja, ik heb het gevoel van, ja, als je gewoon naar voren kijkt, hij loopt sowieso. Ja, dus dan moet je hem gewoon ook eigenlijk geven. Want, want ze gingen doordekken volgens mij 1-1. En die centrale verdediger komt door op mij. Waardoor ze echt 1-1 staan achterin. En Kip is echt snel. Dus ja, dan moet je hem gewoon geven. En hij past er net. Dan 0-2 bij rust. Dan denk je, het gaat stormen. In eerste instantie overleef je het. Pas na een kwartier komen zij op 1-2. Eigen goal van Balker, ongelukkig. En dan valt die 2-2. Kvida, wat dacht jij toen? 2-2, het gaat toch niet weer gebeuren? Nee, maar het... Ja, kijk, we hebben niet al onze wedstrijden overtuigend gewonnen. Dus het hoort er gewoon een beetje bij in de fase waarin we zitten. Dat je niet de tweede helft lopend de 3-0 en de 4-0 maakt. Nee. Maar ja, uiteindelijk hadden we ook een kans op de 4-2, volgens mij. Dus ja, als je die dan ook maakt, die gaat ook net op de paal, dan is het ook helemaal klaar. Ja, dus, maar na die 2-2 valt die 2-3 eigenlijk onmiddellijk. Hè? Dat was misschien wel voor hun en voor jullie een fantastisch moment. Ja, nee, klopt. Is niet normaal. Ja, Thomas is zo groot. Is niet te stoppen, die gast. Dus daarom heb je daar staan. Ja. Ja. En daarna inderdaad krijgt Venema nog een kans. En jij geeft de bal snoeihard voor van de linkerkant. Ja. Die Loen eigenlijk moet binnentikken en die raakt de paal. Ja dat zij de pech, wij ook de pech. Ja. Een beetje zo. Ja. Ja. En dan in de extra tijd is het bibberen en beven. En dan krijgen ze nog een kans. Ja, het zat eindelijk een keer mee. Het is zo vaak misgegaan dit seizoen. Hè? Bij Jong Ajax, bij MVV. En nu zit het dan eindelijk een keer mee. Ja, klopt. Joshua die pakte ze geweldig. Ook tegen zijn oude clubje. Dus dat voelt wel lekker voor hem. En soms moet de keeper een dagje een joker hebben. En alles gewoon tegenhouden. En dat heeft hij vandaag echt gedaan. Zo laat hij echt zijn waarde zien. Ja. Ja. Je was voor de wedstrijd naar de kapper gegaan. Ja, dat moet je vaker doen dan. Ja, klopt. Ik moet even... tegen mijn vriendin sorry zeggen dat ik mijn haar eraf heb geknipt, maar ze zegt ik wen er wel aan met je haar en zo. Ze weet het nog niet? Nee, ze wist het niet, dus ik zei volg even Almere City even live, dan zie je wel de opkomst. Dus ik heb een paar boze berichten gekregen, maar hey, kan gebeuren. Ja. Dat is het enige wat ik niet goed doe. Dat is mijn haar. Heeft wel geholpen, een doelpunt en een assist. Ja, ik was net wat aerodynamischer, dus ja.